wat een gemeente voor mij kan doen. Ik ben eigenlijk ook niet voorbereid voor, heb je een vraag aan het antwoorden. Nee, de gemeente. Wat we merken is als mensen een diagnose krijgen, dat de samenleving anders kijkt naar die persoon. In de zin van, die zal afhankelijk worden, die zal het moeilijker krijgen. En die beelden die wij hebben, die stereotypen eigenlijk, die leven, hebben een zeer sterke invloed op de manier waarop dat we omgaan met mensen. Dus wij merken dat in onze contacten met mensen, met die mensen die wij hebben en ook hun familie, dat zij eigenlijk vaak geïsoleerd raken, niet omdat zij dementie hebben, maar omdat wij als maatschappij daar niet mee kunnen omgaan. Mijn echtgenoot en ik zijn 3 jaar geleden getrouwd, hier in Kortrijk, op de Grote Markt. We hebben toen gevraagd aan de mensen om een gift te doen aan SOFIA, Expertisecentrum Dementie. Omdat in mijn familie mijn grootmoeder daardoor is getroffen. Ik had een vriend van mij, gemeenteraadslid, en onlangs ook mijn vader. En we hebben die centrum gebruikt om een week lang in Kortrijk initiatieven te nemen voor mensen met dementie, om hen een beter aanbod te doen. En hoe doen we dat concreet? Door onze woonzorgcentra, 6 op de 10 mensen zijn getroffen door dementie bij ons, in contact te brengen met de reguliere diensten, sport, cultuur, toerisme. En dat helpt, omdat, en daarom gebruik ik het woord dementievriendelijke gemeente niet graag, omdat het weer focust op die groep. We mogen de mensen niet in een hokje steken, maar we moeten ze een deel uit laten maken van de totale maatschappij. Dat is hetgeen wat een stad moet doen. Eigenlijk geen week lang, maar een gans jaar lang. Voor de grootste hoop van de mensen denk ik toch nog dat ze niet goed weten wat het is. Ik zeg dat jong dementie dan zegt niet weten waarover het juist gaat. Dat is wat mij, dat is aan mijn gedacht daarover. Ja. Voor de naaste, er is hulp en er is heel veel kennis over de ziekte. Het is niet het einde van de wereld en de persoon, ook voor de persoon op zich die de ziekte krijgt, is het niet het einde. Het is een moeilijke periode, maar de belangrijkste, wij zeggen al, de belangrijkste klik die wij hadden als mantelzorgers of als kinderen of als partner, was het inzicht krijgen dat we onze communicatie moesten aanpassen. Eens dat we die communicatie aanpasten en niet meer in discussie gingen met mijn vader in dit geval, was die communicatie, die zakte onmiddellijk naar een rustig niveau waarbij dat eigenlijk het comfort overheerst en niet meer het gelijk hebben, want dat heeft geen zin. Dementie, dat komt voor 70% ongeveer blijft in de thuissituatie. Dat betekent dat ze zich nog in de omgeving bewegen. Bewegen in de omgeving betekent ook dat een aantal winkels, een aantal diensten, banken geconfronteerd worden met mensen die beginnen dementerend zijn. En ik denk dat het ook belangrijk is dat daar ook de nodige aanpak of de nodige info wordt gegeven van hoe ga je daar als loketbediende mee om. Bijvoorbeeld bankbedienden die opgeleid worden hoe ze met verwarde personen moeten omgaan. De slager en de bakker die informatie krijgen over personen met dementie, hoe ze hen moeten bedienen, hoe ze met hen kunnen communiceren, zodanig dat eigenlijk die persoon met dementie nog zelfstandig, zo lang mogelijk zelf, zijn boodschappen kan doen. Ik zou een oproep doen aan alle partijen om in programma's voor het lokaal sociaal beleid oog te hebben voor de dementievriendelijkheid van een gemeente. En ze kunnen gaan grasduinen in de handleiding die de Vereniging voor Steden en Gemeenten heeft opgesteld. Er is ook een dementiemeter, een soort van graadmeter, barometer, beschikbaar om na te gaan hoe goed of hoe slecht de gemeente het doet, maar men kan ook altijd leren van de buren. Ik zeg altijd, de wereld voor mij draait veter op. Dus voor een normale mens is dat allemaal normaal misschien, maar voor mij gaat alles in het dagelijks leven veter op. We hebben een vriendin. Wij zijn alle twee in school lesgegeven. En 3 jaar geleden hadden we elkaar niet meer gezien. En zij had dezelfde situatie als ik. En wij zien elkaar. En zij had dat niet gezegd. En ik had dat ook niet gezegd. En je zegt dat dan aan elkaar. En dan wordt dat eigenlijk heel belangrijk voor ons en we hebben ons geamuseerd, we hebben gewoon verteld. En als we een woord niet konden vinden, dan zochten we iets anders en hadden we er plezier mee.
omdat je elkaar zo goed gekend hebt en dat je elkaar aanvaardt zoals het is. Hè. Dat is belangrijk. Het is meestal een gradueel proces, hè, bedoel van. En ik denk dat we daar samen daarin moeten gaan. En in elke fase bekijken wat dat nog mogelijk is. Hè, bedoel van. Maar het voornamelijk, maximaal wat dat positief nog kan en waar dat de mensen goesting in hebben, dat mogelijk maken. En dat vind ik vooral de rol van een lokaal bestuur. Hè. Die vrijheid niet beknotten. Het mogelijk maken, tools te geven, situaties te creëren, faciliteiten te geven, hè, om dit gewoon positief voor de personen mogelijk te maken. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen, is niet te ontkennen dat dementie inderdaad een hele grote impact heeft op het leven van mensen, maar dat er ook nog andere dingen mogelijk zijn. En dat elke fase van dementie nog licht in zich draagt. En het is zo dat we dat ene verhaal willen ombuigen naar een blik van meerdere verhalen en meerdere dingen willen zien. Probeer gewoon door te gaan. Ik kan er toch niks aan doen. Hè? Dus ik moet het aanvaarden wat er komt. Ik probeer gelukkig te zijn met wat ik nu heb. Geen problemen maken. En ik ben actief, ik blijf niet veel zitten. Ik zou graag wel een keer lezen, maar dat komt niet meer zo gemakkelijk. Een boek lezen of zo. Dat gaat niet zo gemakkelijk mee. Maar gewoon thuis alles in orde brengen en kijken en eten maken. En ik doe nog alles samen. Heel veel mensen met dementie die blijven in een soort isolement zitten. Ze komen eigenlijk niemand anders tegen in zo'n situatie. En van het moment dat ze zien, oh ja, maar die heeft dat ook en die kan dat ook. Dan geeft ze dat moed en we bemoedigen elkaar ook van volhouden. Hè? Dat helpt gewoon goed. Hij vindt zijn leven prachtig. Hij was vroeger een zeer bescheiden man, maar nu wil hij graag veel kusjes hebben. En hij doet niet liever dan met mij mee uitgaan. En als ik hem mooi aankleed, dat is heel belangrijk, dan zegt iedereen, ah, wat zie je er mooi uit. Mooie man, en dan is zijn dag weer goed. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is veel makkelijker om hem blij en gelukkig te zien dan vroeger. Alle dingen die gebeuren in een stadsgemeenschap rond dementie en die in zich dragen dat we mensen met dementie als gelijkwaardig beschouwen, dat we ze zien in een kwetsbaarheid, maar ook in een kracht en dat we hen, allee, dat zij voelen dat wij hen beschouwen als volwaardige personen. Al die dingen hebben een effect. Maar dat zou ook zo zijn als je geen dementie hebt. Want iedereen wil het gevoel hebben dat hij gezien is voor wie dat hij is. Dus ik denk dat dat echt het kernelement is. De kern van dementievriendelijkheid is dat we aandacht besteden aan de kwaliteit van onze relatie en de communicatie die we hebben met mensen met dementie. Ik ondervind dat al. Meega met een wandeling van het ventiel. Ik ben aan het babbelen en ik ben aan het babbelen, maar ik vergeet het verkeer en ik vergeet het gevaar. Maar daarom is het al goed dat er buddies mee zijn en die ons dan uit het gevaar rijden op de baan, die ons direct ja, roepen en ons aan de kant houden. Allee. En voor mijn echtgenoot is dat ook wel zo. Als ze niet kan meegaan, dat ze toch een veilig gevoel heeft. Van, ja, Patrick is mee met het ventiel. En ze zorgen er goed voor. Zie? Er is niet zo sterk als mensen met dementie die zelf beschrijven wat dat ze nodig hebben. Of die handelaars of mensen in een museum aanspreken en zeggen, kijk, ik heb dementie, zie mij, hou rekening met mij. En je merkt ook dat veel mensen makkelijker uit hun hoofd komen, hey, van oh, hey, afhankelijk en dat is zwaar en dat is moeilijk, als er ontmoeting is. Dat liedje heeft de spirit weer van de wandeling. Ik zie nu echt, ik zie hoe ze wandelen. Ja. Krijg je er goed van.